honderden kilometers is het naar Kopenhagen in Denemarken. En jongeren uit Duitsland, Denemarken en Nederland leggen die reis af op de scooter. Ze doen dat om aandacht te vragen voor klimaatsverandering. Op scooters naar Kopenhagen, dat is niet zo milieuvriendelijk zou je denken, maar dit zijn elektrische scooters. Je moet ze opladen en de jongeren rijden op groene stroom. Zo laten ze zien dat je ook milieuvriendelijk kunt reizen. Het leuke is dat als je hem start, dan hoor je niks, omdat hij natuurlijk elektrisch aangedreven is. Dat is eigenlijk het grootste verschil natuurlijk met een normale scooter. Ik vind het gewoon fijn om iets te kunnen doen aan het milieu op zo'n manier dat het mezelf geen geld kost en niet zo heel veel moeite. 300 jongeren zullen 800 kilometer rijden met hun scooters. Ze gingen vanochtend in Den Bosch van start. En over 2 weken hopen ze aan te komen in de hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen. Daar is dan een belangrijke vergadering over het klimaat bezig. Bijna alle landen van de wereld proberen daar afspraken te maken over hoe ze de klimaatverandering tegen kunnen gaan. 2, 1, go! De jongeren gaan onderweg ideeën en adviezen over het klimaat verzamelen. En ze hopen dat de mensen op de vergadering daar dus wat mee doen. Snel op naar Kopenhagen!